Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Absolute Motors, waar we auto's mooier, beter en sneller maken. Vorige keer hebben we al een kleine hint gegeven naar het 1016 project wat een nieuwe kleur gaat krijgen. En die gaan we natuurlijk in deze video onthullen. En de auto van Sam Hoogland. Vandaag staan wij bij een Hummer H2. Een van de weinige SUV's die ik eigenlijk best wel graag zou willen hebben. Ik wil er niet eerlijk voor uitkomen, maar het is echt waar. Deze is van iemand voorheen bekend als partner van Joël Beukers. Maar inmiddels een bekend persoon aan zich, namelijk Sam Hoogland. Buffel ook wel genoemd. Maar ja... Die komt dan met een standaard Hummer H2 aan. En dat kan natuurlijk niet standaard blijven. Dat zou niet hun stijl zijn. Het moet een beetje gek worden. Het moet uitgesproken worden. Gele Hummer is namelijk niet uitgesproken. Oh ja, toch wel. Maar het kan beter. Dus wat gaan we doen? We gaan in ieder geval, om te beginnen, heel erg veel demonteren. Want er zitten heel erg veel delen aan die auto die eraf moeten. Alleen al op dit stukje zie je allemaal verschillende tapejes zitten. En dat zijn allemaal delen die van de auto af moeten komen. Voordat we kunnen gaan beginnen met wrappen. Dan gaan we vervolgens een zwarte wrap aanbrengen. En daar overheen komt weer een design. Wat dat design echt is, dat ga je zo meteen zien. Maar laten we eerst beginnen met demonteren. Even toekijken of het goud erop gaat. Mag je echt presenteren? De eerste delen goud. Ja. De eerste delen goud gaan erop en dat gaat Kevin voor ons doen. Hey. Zo, kijk even, holy shit. Dit is wel echt heel ziek hoor. Ja, dit maakt hem wel echt helemaal af. Ja, het is echt ziek. Jullie hebben ook dit design zo, dat hadden jullie zelf bedacht. Want we hadden eerst al de dingen doorgestuurd. Maar het is wel echt heel ziek geworden hoor. Ik had het niet beter kunnen wensen, denk ik. Dat tikkie asociale is nog beter geworden op deze A2. Ja, precies. Dat is ja, nog toch? Beter, ja. Ja, die velgen die had je al gedaan, hè? Ja, klopt. Ja, die klappen er nu ook wel helemaal goed uit, hè? Kijk even! Hey! Ik heb een bus van we rennen hem overal, is het weekend? Ah, oh, is die fijn! Oh. Kijk even! Holy shit, hé! Hey. Nou, dit hebben jullie... Ja, dit hebben jullie wel echt heel ziek gedaan, hoor. Oh, wat dik, zeg. Niet normaal. Hé, hey, waar is de oorlog, hé? Hey? Oh, zo, ja. Oren moeten bijkomen. Wij komen er even aan, hoor, hé. Hey. Oh, kijk even! Ja, lekker, hoor. Dik kamer design. Goud komt terug. Grill is zwart. Echt niet normaal, heel dik. Het hoort erbij. Zelfs het dak heeft een camo-design. Zie je nu niet? Ja, ik zie het sowieso niet.
Ik zie het dak van de Twinger nog niet eens, dus laat staan voor deze. Oh, wat vet zeg. Wel zonde in de regen. Nee, dit ding is gemaakt om in de regen te rijden. Oh, dit is echt heel dik. Heel erg bedankt. Fucking hell. Kijk even. Dit is voor een e-tron, dit is voor een Audi. Ja, je hebt het verkocht, maar ja. Welke kleur is het? Het is Jaguar Sherwood Green. De kleur ontstaan rond 1970, volgens mij, in de race-industrie. Een eerste auto? F-type, volgens mij. F-type? Nee, dat is van E-type. Sorry, E-type veel later. Maar wat vind je van de kleur? Ik vind dat hij goed is gelukt. Het is buiten 10 graden, het regent, het is slecht weer. Ik heb toch wel een t-shirt aan. Maar deze auto ziet er zonnig uit, want deze is klaar voor de zomer. Originele lakkleur is natuurlijk al zomers. Maar natuurlijk dat het een cabrio is, dat maakt het echt af. Het gaat hier om een BMW 840i met een AC Snitcher pakket. Dus dan hebben wij deze carbon lip toegevoegd. Met ook nog een centrale lip, die het geheel een stuk lager maakt en een stuk breder maakt en deze auto veel meer body geeft. Dat is natuurlijk wel tof. Het is standaard gezien al best wel een mooie auto natuurlijk, maar het kon toch nog beter. We hebben carbon spiegelkappen geplaatst van M-Performance. De ruiten rondom getint, de andere liggen in de deur. Maar ja, je snapt hoe dat er ongeveer uit gaat zien. Hier zit nog een AC Snitcher carbon spoiler voor de sideskirts. Dan hebben we een M-Performance coverclip spoiler, ook weer carbon, uiteraard. We hebben een carbon diffuser, een AC Snitcher uitlaatsysteem en hij is getuned. Ik heb er zelf nog niet mee gereden, maar ik kan me voorstellen dat dit echt goed van zijn plek gaat. Sommigen zeggen, ja, waarom is er dan geen M8? Ja. Waarom wel een M8? Waarom geen 840? Het is toch een heerlijke auto om in de zomer mee te toeren. En misschien is de M8 wel sneller, nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker, maar dat doet er niet toe. Want deze is ook serieus snel. En ik denk als je in de bergen rijdt, dat een M8 hier niet snel vandaan gaat. Eigenlijk weet ik dat wel zeker, dat dat niet gaat. Deze staat klaar, we gaan hem opleveren aan de klant. En ik weet zeker dat ze er blij mee gaan zijn.
We first had this car in half a year ago. It came to us in stock grey. We also fitted the 1016 kit, which is the front splitter, the two rear spoilers, the diffuser and the wheels. We then rewrapped it in Verde Veloce, a custom colour made by Absolute Motors. The great thing about this custom wrap colour is that it's so adaptable across so many different cars. For example, last week in we had the G-Wagon, we've done a 7 Series and this Performante. Ja, en we sluiten af bij een hele oude bekende. Of toen is ze niet heel oud, maar dit was onze eerste kijkcijferknaller op YouTube. Hij is al gedemonteerd en er gaat een heel spannende kleur opkomen. Maar ja, wat dat exact gaat zijn, dat ga je zien in een volgende week video. En dan wil ik je voor deze in ieder geval bedanken voor het kijken. Geef ons even een duimpje en abonneer op ons kanaal. En ik zie je graag terug bij de volgende video van Absolute Motors.